Ja. Nou, zo zag je er niet uit op de plaatjes. Zat het gat er al? Ja. We're back! Ik heb deze video, wij hebben deze video al een keertje opgenomen, alleen die heeft de YouTube niet gehaald. Nee! Nee! Casper. Oh. Casper. Toch wel. Toch wel? Ja. Nee! Yves Casper, ja. Jawel, jawel. Zo! Nou, ik maak het hier even open en ik word hartstikke vrolijk. Flinke lasagne! Ik heb een lasagne besteld. En daar had ik zin in. Ik heb eigenlijk echt wel iets van pasta, want ik heb dagenlang zo slecht gegeten. Ik denk pasta wel... Zo, wat heb jij nou? Ja, dit is gewoon pasta met truffel en... maar waarom ziet het er zo viezig uit? Waarom mag je nou? Ja, maar dat het er echt niet lekker uitziet. Maar misschien is het het wel. Ik hoop het voor je. En we hebben een dit erbij. En ik denk dat ik dit heb besteld, maar... Ik weet niet wat het is. Maar waffle fries! We zijn dat het kip was. Je hebt de video voorbereid, dus Ja, goed. We hebben dit natuurlijk anderhalf jaar geleden opgenomen. Zo lang geleden? Ja, inmiddels anderhalf jaar. Want we hadden het precies een jaar geleden al wat opgenomen die niet online is gekomen. En het is nu alweer een half jaar later. Dus het is anderhalf jaar geleden. En het leek ons leuk om het nog een keer te doen. Wauw. Nou? Voorbeeld. Wat dan? Nou, anders zie je zo te eten. Oh. Is het lekker? Ja, best wel. Ja, dit ook. Nou, dat is heel fijn. Maar niet heel warm meer. Wil je het opwarmen? Nee, nee, dat vind ik altijd smeren. Huh? Nou ja, schoon. Ik heb dus een half jaar geleden vragen gesteld op Insta. En nou ja, dat is een half jaar geleden, dus je kan je voorstellen dat ik die niet meer heb. Kan je dat niet terugkijken? Daar heb ik toch echt geen zin in. Nee, ja. Ik dacht, we vertellen de vragen waarvan ik weet dat die zijn gesteld. En eigenlijk zei ik net tegen Koen, we doen ons beurt een vraag. En toen zei Koen, dus toen dacht ik, oké, dan doen we dat niet. Dat kunnen we wel doen. We zijn net de honeymoon fase uit. Zoals jullie merken. Maar we hebben nog steeds hartstikke gezellig, zoals je ziet. Nee, ja. Best friends. Koen! De meeste vraag die toen was gesteld was, waarom was het uit? Oh ja, dat is waar ook. Ja. Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Ja, toen wij dus bezig waren dit op te nemen, toen kwam net het gerucht naar buiten dat onze relatie uit was. Het beruchte gerucht. Beruchte gerucht. Maar dat was wel grappig, want dat kwam de wereld in. En op dat moment was ik was gewoon kantoor. En toen zag ik dat ineens. En toen appte ik jou. En het is uit. Ja. Zeg maar, wij wisten van niks, maar het bleek toch zo te zijn. Of verslaafd aan zo eten. Ja, maar ik moet toch lunnen ergens. Nee, je hebt gewoon je mes in je vork vast. Zo eet je. Ik eet gewoon mijn pastaatje en mijn frietje. Het is niet dat ik in een sterrenrestaurant zit te eten. Want dan eet je wel zo. Ja. De vraag was, waarom was het uit? Waarom was het uit? Nou ja, omdat jij had een foto verwijderd van ons. Oké, volgens een Juice kanaal had ik een foto verwijderd wat betekende dat het uit was. A. Ik had één foto in de slide, die heb ik nooit verwijderd. En B, nou ja. Wat is B? Ja, dat was eigenlijk. En toen ging je gewoon, toen pakte iedereen het op en toen was het ineens uit. Zelfs Koers en familie ging Koen berichtjes doen van, oh wat vervelend, gaat het wel goed, blablabla. Ja, dat vond ik echt kut. Ja, dat weet ik. Ja. En nou, gewoon iedereen om ons heen van, oh ja, het gaat weer een beetje wel dat, want er is alvast wel een kern van waarheid achter zitten. Nee, het ging echt heel goed. Ja, was dat totaal random? Nou. In de betere tijden waren het dan. Ja, toen ging het goed. Ja. Dit is helemaal geen relatievraag. Wat is je favoriete leeftijd snack? Maar ja, dat heeft ook helemaal niks. Je kan het wel vragen. Ik ben benieuwd of je het weet. Ja, hè? Ja, mais was met chocola. Als je niet nee zegt, liedje. Als je niet nee zegt, liedje. Als je niet nee zegt, liedje. Welke bestemming staat er op je bucketlist? Oké. Hawaii? Nou ja, Hawaii is voor jou, hè? Ja. Voor jou? Ik vind dat zo irritant dat hij dan ook inderdaad zelf nadenkt over die vraag. Ja, iets in Zuid-Amerika lijkt me leuk. Oh ja, dat is waar. Als jij je voornaam zou mogen veranderen. Ja.
Zou je dan, en dan niet dat je nu verandert, want ja, waarom zou je nu nog je voornaam veranderen, dat is raar, weet je wel. Maar als je zeg maar vanaf je geboorte eigenlijk een andere voornaam had mogen hebben, had je dat dan gedaan? Nee. Nee? Nee, jij? Nee, kijk ook niet. Nee, ja. Was een leuke vraag. Kijk, als ik nou een naam had die iedereen heeft, dan had ik wel gezegd van, nou, ik had liever iets voor als Koen. Sorry. Nee, maar je hoort Koen niet heel vaak. Ja, sorry. Dat is heel lullig. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dan had ik wel gezegd van, nou, man, pap, ik heb me dat wel iets origineel vindt. I love your ouders. Nou, man, pap, je horen. Nee. Wat heb je geleerd uit je vorige relatie, wat je dus nu juist wel of juist niet doet? Oké, okay, nou, ik stel de vraag aan mezelf. Ja. Dat kon even wat meer nadenken zijn. Bedenk. Ik heb geleerd dat ik iemand meer in zijn waarde moet laten en minder kneden naar hoe ik wil. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, ik heb wel geleerd dat dat als je een soort van een argument of een discussie hebt samen, dat je wel moet proberen het uit te praten. En niet nors moet zijn of negeren. Oh, zo. Kijk je naar mijn haar? Nee, ja, het zit een beetje als een kakje. Oh. Maar komt dat je hebt gedoucht. En gedoucht, mensen. Het is zover. Voor het eerst dit jaar heb ik clean. Oh nee, er was nog een vraag. Wat is de grootste ergernis aan elkaar? Dat je dingen kwijtraakt. Ja. En ik heb even de lijst erbij. Nee, soms dat ik denk van, dat je een soort van aanmerking hebt op mijn gedrag. En ik denk van, dat is raar dat je daar bijvoorbeeld een aanmerking op hebt. Zoals? bijvoorbeeld, als ik mijn bordje bijvoorbeeld laat staan bij jou op tafel. Je zegt van, laat je bordje staan. En toen kwam ik toevallig laatst thuis. Nee, maar dit is niet waar. Zeg, nee, ja, luister. Jij trekt dit nu. Luister, dit ging zo. Ik mag eerst mijn kant, En zeg maar, dus eerst van, laat je bordje niet achter. Wat op zich? Nou ja, klopt wel. Irritant, laat mijn bordje achterzetten. Kom ik thuis bij mij, na 2 weken zijn vakantie geweest en gewoon een paar dagen was ik bij jou. En wat staat er op mijn tafel? Een bordje, een glas, een bak van, met granaatappelpitjes waar de lepel nog in zit. Ligt op mijn tafel. En wat helemaal niet erg is. Maar dan denk ik, dat is vreemd, joh. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat, joh? Dat is raar. Dat denk ik dan. Oké, nou, vertel. Waarom dit niet klopt? Je gaat niet een argument bedenken wat helemaal niet waar is. Ik zeg, waarom rap je bordje op als er nog eten op ligt? Nee. Ja, wel eens. Ja, wel eens. Je onderstof ook niet. Oh, mag ik? Maar ik... dan is er weer hoor. Er lagen ook nog heel veel granaatappelpitjes in een granaatappelpitje doos. Ja, maar... Trouwens, ik denk dat ze waren zwart geworden. Dus ik weet niet meer zeker of het granaatappelpitjes waren. Ja, sta weer lekker aan anders. En stonken. En er zat een buis bij. Ja, dat zou eens kunnen. Het spijt me daarvoor. Dat had ik niet moeten doen. Zit je blijkbaar erg hier? Nee, dat niet. En wat is jouw grootste ergernis aan mij? Jouw pulleke. Oh, ja. Fuck you. Wat ik vaak doe, we liggen vaak samengezet onder een dekentje op de bank. En kijk. Te fozen. Maar ik kan gewoon niet stilzitten. Dus ik zit of met mijn tenen een soort van. Met mijn tenen zit ik een soort van een beetje te pielen. Of met mijn handen zit ik een beetje zo. En dan hoor je de hele tijd zo'n. Hoor je dat? Dat hoor je de hele tijd. Tijdens een film, nou, ik ken het niet aan. Ik hoor gewoon alles. Ik beeld me ook in hoe jouw tenen dan bewegen. Ja. En ik word gewoon helemaal gek van binnen. Ja, en een jaar geleden zei je nog van, Koen, kan je hem ophouden? Ja, tegenwoordig is het. Als je nu niet stopt, tief je op aan de andere kant van de bank. Ga je daar maar zitten. Ja, maar meestal is het dan niet de eerste keer dat ik het heb gezegd. Nou... Meestal niet. Vandaag? Ja, vandaag voor het eerst wel. Ja, vandaag. Wat vind je het leukste aan elkaar? Dat is misschien ook wel fijn na het negatief staan. Denk ik. Nou, ik vind jij dus super zorgzaam. Elke keer zorgzaam. Ik vind je super grappig. Ja, ik kan echt niet meer lachen. En ik kan niet om veel vrouwen lachen. Om heel weinig zelfs. Mm. Dat is geen mansplaining. Ik had een podcast geluisterd en dan ging ze een mansplaining uitleggen. En ik dacht, verdomd. Dit is wat Koen altijd bij me doet. Het betekent dus
dat Koen zegt dan bijvoorbeeld zeg een woord en dan zegt hij dat betekent dit. Terwijl ik weet wat dat betekent. Hou je bek, ik ben niet retarded. En dan doet hij het alsnog, want hij denkt je bent retarded, dus ik leg het alvast aan je uit. Dus dat heb ik tegen Koen gezegd van dat moet je niet doen. Als ik het niet weet, dan vraag ik het aan je. Ik kwam dus binnen. Hey, liefie. Weet je wat je aan het doen? Mensplenen. En ik denk, oh nee, die heeft weer een feministische podcast geluisterd. En ik denk, oh nee. Weer? Is dat de eerste keer dat ik dat doe? Nee, dat is niet waar. Nee, dat is de eerste keer. En ik dacht, oh nee, nou, toen kwam het, de stortvloed. Terwijl ik denk, ik leg gewoon lief wat uit, maar... Nou nee, jij bent ook wel graag het haantje dat je zegt van... Zo ben ik dat. Ik ben dat. Ik ben natuurlijk gewoon een hele intelligente jongen. Ja, je bent zeker heel slim. Ik krijg dat soort dingen. Nee, je bent echt heel slim. Ja, je bent zeker de slimme van de twee. Nah. Echt by far. Het leukste aan jou, vind ik. Erg lief. Ik vind je heel slim, vind ik erg aantrekkelijk. Als ik het uitleg. Behalve als je ervan uitgaat dat ik een domme troll ben. Ja, ik merk gewoon, jij laat gewoon heel erg zien hoeveel jij om mij geeft. En je was altijd open en eerlijk. En dat kan ik ook heel erg waarderen. Je bent wel heel grappig, maar soms ook irritant. Zou ik niet erop? Nee, ik ga niet meer. Nee, nu ben ik serieus. Nee, en jij geeft me heel veel zelfvertrouwen. En nou heb ik daar nooit echt heel veel last van gehad. Maar ik merk wel, jij bent gewoon zo lief. En ook dingen waar ik misschien wat onzeker over ben. Dat je daar gewoon altijd heel lief over bent. En me gewoon vertrouwen geeft. Het is gewoon fijn. Dat voelt goed. Dus ik ben heel blij met jou. Ik ook met jou, Jordi. Dat is fijn. Kaas. Wat? Ja, ik zing dus best veel, want dat vind ik gewoon leuk. Alleen, omdat ik dus een paar nummers heb, die toevallig plaat en goud zijn, zeg jij altijd van, meneer heeft een paar nummers, en denk gelijk dat die Michael Jackson... Michael Jackson? Ja, die Michael Jackson. En denk gelijk dat die Justin Bieber is. Nee, maar dit is echt veranderd. Wat? Jou, hoe jij zingt is gewoon veranderd. Want eerst was je meer zo van, gewoon een beetje stil, en nu is het meer zo van... Met zo'n confidence boost ga je dan zingen en dan denk ik zo van... Vandaag zijn we voor het eerst. Ja, zitten we te zingen Justin Bieber. Kijk, het is niet slecht. Nou, en dat had je dan ook gezegd. Dus van nu weet ik dat ik niet slecht zing. Maar je zingt niet slecht. Of niet slecht zing. Je zingt niet slecht. Maar... Punt. Ook niet goed. Ik vind het... Soms zing je gewoon... En dan zie ik gewoon aan je dat je het zelf heel goed vindt. Nee, maar dat is echt niet waar. Ja, wel. Nee, dit is echt niet waar. En dan zie ik gewoon aan je ogen dat je denkt van... Geneeld. Nee, ja. Dit is... Ik word zo even geframed hier. Dit is wel waar. Ja, wel, Koen. Ja, wel eens. Want soms zing je ook... Bijvoorbeeld in de avond doe je ook heel zo en zo. Maar dan denk ik... Je bouwt ze lekker op een liedje, maar het is toch niet dat ik denk dat ik goed kan zingen zelf. Nee, want je gaat heel goed op je eigen stem. Ik zie het. Nee, helemaal niet. Wat een onzin. Nee. Jawel. Oké, wel. Vraag. Ik heb een goede vraag. Welke persoonlijke eigenschap probeer je zoveel mogelijk te verbergen? Zal ik eerst? Ga jij maar eerst. Ja. Kijk, bij jou heb ik het niet. Alleen, ik kan gewoon buiten jou om, kan ik echt... te hard zijn. Ja. Gewoon gevoelloos. Ja. En dat was ik best wel lange tijd dat ik dat ook echt gewoon deed. Dat ik dacht, boeit me allemaal niet. Maar daar kan je best mensen mee kwetsen. Ja. Dus dat probeer ik nu wel te verbergen. Terwijl soms denk ik nog steeds, als iemand iets doet wat echt gewoon stom, dom, of ik denk, ik denk, oh wat dom. Maar dan zeg ik dat niet. Dat is wel goed. Ja, dus dat verwerk ik dan. Dan denk ik van, ah. En ja. Welke eigenschap ik kut vind aan mezelf? Nee, welke eigenschap, persoonlijke eigenschap je probeert te verbergen? Eigenschap klinkt zo als positief iets, maar eigenlijk hoeft dat dus niet. Is lui zijn een eigenschap? Ja. Probeer je dat te verbergen? Ik ben heel goed in, hè? Wanneer begin je? Nee, maar dat komt omdat... Ja, maar je bent niet lui, vind ik. Ik ben niet lui, ik ben altijd bezig, maar... Gewoon moe. Ik... Nee, dat is het niet. Nee. Ik vind het niet... Nee, maar... Sorry. Maar weet je wat het is? Ja, cool. Ja, sorry. Ja, nee, maar... Ja. Ik vind jou niet lui.
Ik ben ook niet lui. Het is meer... Ik vind het gewoon... Soms zit ik in zo'n... moed dat het me gewoon niet lukt om te starten. Omdat ik niet weet waar ik moet beginnen. Ja. En daar kan ik heel lang in zitten. Omdat ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Maar als ik dan eenmaal ben begonnen. Net als met opruimen. Vind ik. Dat het dan wel gewoon gaat. Wat wil ik ergens op proberen te verbergen? Nou ja, ik kan ook echt een kant zijn. Kant. Een kant. Een kant. Kant. Probeer dat te verbergen. Dat was de video. We sluiten af met een vrolijke noot. Wij gaan trouwen. Nee, dat is niet waar. We krijgen wel een baby. Nee, dat is niet waar. Nee? Nee. Van wie is het dan? De oom meteen. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Dat zou leuk zijn. Dat is leuk, ja. Ja. Misschien is het allemaal uit. Dat zou zet zijn. Ja, precies. Zijn we wel dood. Dat zou dat leuk zijn. Dat zou echt heel vet. Ja. Ja. Nou ja, misschien niet. Misschien wel. Later. Doei. Hello. Drake, fijne muziek. Okay. Daar kan ik wel. Jij lijkt er wel een beetje van. En nummer waar ik emotioneel van word is I'm Yours van Jason Mraz. Zal ik anders even zien? Where you done done me? Vind je nu een troep hier dan? Ja. Oh. Jij niet? Nee. Die meen je niet. Ja, ik zweer het. Vind je het geen troep? Wat is dan een troep? En jij geeft me heel veel zelfvertrouwen. Oh. Nou, ja, oké, laat maar zitten.